Beekje de Beerze is eigenlijk een heel oude dame met een respectabele leeftijd. Ze draagt die naam al zeker vanaf 1545, maar ze is veel ouder. Ze begint haar weg net over de grens met België en mondt uiteindelijk uit in de Essenstroom. Het water stroomt gestaag. Nu eens rustig en dan weer onstuimig, zoals ook bij de aangelegde vistrappen. Tegen de stroom inzwemmen is voor iedereen moeilijk, zelfs voor vissen. Met deze vistrappen is dat nog steeds hard werken, maar zo gaat het gelukkig een stuk gemakkelijker. De Beerze slingert zich door het landschap en zorgt er zo voor dat het overtollige water naar het uitgegraven waterbekken kan stromen. Dit gebied heet het Dal van de Beerze. Het kan maar liefst 800.000 kuub water bergen. Stel je eens voor, dat is de inhoud van wel 400 grote zwembaden. Het gebied staat ongeveer 3 maanden per jaar onder water. Dan is het een fantastische plek voor watervogels. Knobbelzwanen houden van open gebieden. En dit echtpaar heeft gezinsuitbreiding. De kinderen hebben nog niet een witte verendek. Dat komt nog wel. Eerst leren om voor je eigen eten te zorgen. Je steekt je snavel in het water en je vindt vanzelf een lekker plantje. Doodsimpel. Toch? Deze dames bekijken de drukte op het water op gepaste afstand. Ze hebben alle tijd en zorgen met hun begrazing voor de variatie in het open landschap. Dat dit voor mest zorgt, is niet erg, want deze strontvliegen zijn de natuurlijke mestverwerkers. Tja, het is maar net waar je van houdt. De mooiste kleine libel is het mannetje van de Weidebeekjuffers. Ze zijn ontzettend lenig, want ze kunnen hun 4 vleugels onafhankelijk van elkaar bewegen. Een kwestie van goede motoriek. Zelfs beken en overstromingsgebieden kunnen door de klimaatverandering droog vallen. Dat is een ramp voor vissen en andere waterdieren die hiermee met uitsterven worden bedreigd.